Super leuk dat jullie kijken naar een nieuwe video. Ik ben Tess. Ik moet zometeen dus weer werken, zoals jullie zien. Ik heb nachtshiften nu, dus ik slaap overdag en ik leef 's nachts nu eigenlijk. Dus het is een beetje... Goh ja, moeilijk. Moeilijk is het niet, maar het is wel gewoon mentaal een beetje raar. Omdat ja, jij leeft wanneer dat mensen slapen en je gaat slapen als mensen leven. En het is gewoon een raar gedacht. Ik zie Margot nu ook eigenlijk bijna nooit. Ik heb ze daar net letterlijk 5 minuten gezien en ik verschoot echt en zij verschoot ook. Ze van, wow, je zit thuis, ik ben ook thuis. En... Maar eerst en vooral heb ik dus gisteren een koffiemachine besteld, want ik kan echt niet leven zonder koffie. En ik ben nu al 2 maanden zonder koffie aan het leven of zo. En het is echt een hel voor mij. Dus ik heb gisteren gewoon een koffiemachine besteld, gewoon omdat het kan. En hier is hij dan! Woo! Het is echt super cute. Maar blijkbaar moet je wel nog het een en het ander doen voor je dat kunt gebruiken. Dus dat ga ik nu even snel uitzoeken. Ik heb nog 1 uur en ja, ik hoop dat ik dat op 1 uur klaargespeeld krijg. En dan kan ik gewoon morgen als ik terugkom van mijn nachtshift lekkere koffie drinken. Want ik ben net naar de winkel gegaan. Letterlijk voor 2 doosjes. Ik heb dus Latte Macchiato meegenomen, want dat is echt mijn lievelingskoffie. En een café au lait. Dat is gewoon normaal koffie, denk ik. Ik dacht, waarom niet? Ik ga het gewoon meenemen en ik probeer het wel. Zo, oké, let's go. We gaan eens kijken wat we hier moeten doen. Dus, start the machine. Clean me first. Ja. Dus, nummer 1. Vul dit ding met water. Water nemen. Dan zetten we het er terug in. En dan even kijken. Nummer 2 is dit ding eruit halen. En dan staat er hier zo'n plastieke dingetje, maar dat zat er al in, dus dat is goed. Dan steken we het er terug in. Doen we het terug toe. Dan moeten we blijkbaar een tas nemen. Dus nemen we even een glasje, die zetten we eronder. Oké, en dan 4. Dit ding naar links. 60 seconden. En dan terug. En dan... Zie ik terug naar rechts, 60 seconden en terug in het midden. Ah, dat was het. Ja, misschien moet je dat ding eerst aanzetten. Nou, ik ben hier niet goed in. Is er een aanknop? Alsjeblieft. Is het niet goed erin? Maar... Kom aan, ik heb hier geen tijd voor nu. Aanknop. Is het al kapot of wat? Stel je voor. Ah, en nu gaat er een lichtje branden. Zien jullie dat? Oké, nog eens opnieuw dan. Uno, dos, tres. Oh! Oh, lekker water! Cute. Dat moet een minuut, hè. Wacht, hè, want ik ga dat een beetje nog vullen, want ik ken mij. Zie ik, is dat leeg? En dan ja. Oh, nu is het lampje groen, ik snap hem. Auw. Wat een heet glas, dit. Auw. Nou, nu ben je proper, of niet? Ja, dat was het. Oké, ik heb nu echt nog 1 uurtje. Dus ik ga mijn eerste koffie drinken, want echt waar. Ik kan niet wachten om het te proeven, dus ik ga het gewoon doen. Eerst dit vullen met water natuurlijk. We hebben hier gewoon café au lait. Steken we erin. Doen we zo. Doen we zo. Tasje eronder. En let's go! Oh my god, deze geur alleen al. Woehoe. Mijn koffie. Goed gedaan, machientje. Ik ga je even hier aan de kant zetten. Misschien moeten we dat ding er ook nog uitgooien. Tadaa. Oh, dat is het vol met water of zo. Ah, ja, natuurlijk. Oké, nu ga ik eens proeven. Oh, wacht. Een beetje suiker. Allee. Ik doe niet aan suiker, maar ik doe wel aan, aan dingen. Ja, zeg het eens. Dit. Zoetstof. Ja, dat was het. Ah, dat was echt warm. Ik ben echt niet meer gewoon om koffie te drinken.
Oeh. We gaan het proeven. Het gaat kei warm zijn. Wauw. Heerlijk vind ik dit. Maar dat is echt lekker. Wow. Oké, ik ga nu genieten van mijn lekkere koffie. En dan zie ik jullie morgen weer na mijn nacht. Goedemorgen, of ja, goedemiddag eerder. Het is al een tijdje geleden dat ik gefilmd heb naar Disneyland. Dus het is tijd om weer een nieuwe update te geven. Woehoe. Gisteren was Silke dus bij mij, allee, eigenlijk daarnet al, maar die is nu weg. Maar gisteren hebben wij 3 uur gewerkt in de tuin, want we hadden ineens een ingeving. En we dachten van, dit kan niet meer. Die jungle is nu helemaal weg. En ik ben er echt trots op dat we dat gisteren helemaal klaar hebben gekregen. Dus hier is de niet-jungle. Wauw, it's gone, guys. Dan hebben Margot en ik nog een schoenkast gekocht. Die staat dus. Maar we wilden eerst een zwarte, maar die zwarte kon niet meer bestaan. Allee, de goedkoopste eigenlijk. En dan gaan we die gewoon zwart spuiten, dus dat zijn we nu aan het doen. Maar ik wou dus meer spuitbussen meenemen, maar Margot zei nee, met 1 komen we wel toe. Maar ja, natuurlijk komen we niet toe met 1 bus. Dus ga ik na mijn revalidatie nog 2 bussen gaan halen, zodat ik die straks nog verder kan afspuiten. Hopelijk is de kast dan straks klaar. Dan update 2, mijn papa is nu bezig met het gras. Oh wauw, ja. Die had even zin om dat te doen, dus ik dacht ik ga hem niet tegenhouden. En dan heb ik nog een update. Ja, ja, maar daarvoor moeten we even naar beneden. Let's go! Zijn jullie er klaar voor? 3, 2, 1. Onze ronde spiegel hangt eindelijk aan de muur waar die moet hangen. En I'm in love. Wauw! Dus hieronder komt dan de kast. Wauw. Maar dan hebben we nog een laatste update voor voorlopig. Dus die update is nog niet helemaal klaar, maar dat komt wel snel. Oké, let's go. Woehoe. Lampjes. Eigenlijk is dat de bedoeling dat je zo allemaal een soort van slierten aan het plafond gaat hangen. Zodat dat eigenlijk een soort van octopus effect heeft, als ik dat zo kan noemen. Met die lamp, ja... Dat vind ik zelf heel moeilijk om te beslissen. En als het dan niet goed is, dan hangt dat letterlijk al aan het plafond. Dus dat wil ik even doen met Margot. Want anders, ja, als het niet goed is, dan is het mijn schuld. En dat wil ik niet, dus ja. Voor de rest waren dat de updates, denk ik. Ik ga er straks nog naar de action voor de spuitbussen. En dan zie ik jullie vanavond weer terug. Woehoe. Hi! De spiegel hadden jullie al gezien. Maar dit nog niet. Wauw. Ja, het is nu wel redelijk donker, dus je ziet niet superveel. Maar dit is een kast. Met schuifjes. Natuurlijk. Nu is het tijd om te slapen. Dus slaap wel. Doei. Zoals jullie gezien hebben, heeft mijn papa dus de lampen opgehangen. Dus ik ga die even snel nog tonen. Wauw. Dit is nu hoe het is geworden. Het hangt zowel overal en nergens. Zo, ik ga het even aansteken, dan zien jullie het ook. Tadaa. Mooi licht, toch? Maar nu moet ik vertrekken, want... Ik heb met Ine afgesproken vandaag. Wij gaan namelijk naar de musical van Mamma Mia vanavond. Maar ja, natuurlijk is het een beetje belachelijk om alleen in de avond af te spreken. Dus we gaan er een mooie dag van maken. Het is mooi weer, dus dat is echt zo zalig om dan daar te lopen. Maar natuurlijk hebben we dus de schoenkast in orde. Ja, ik heb er al een paar schoenen gezet. Dus... Dat is dat. Kei mooi. Met de mooie grote spiegel. Maar natuurlijk, dit is nog niet compleet. Er moet nog een aantal dingen op komen te staan. En ja, wat en hoe en... Dat weten we allemaal nog niet, maar dat komt wel. Ik ga dus nu naar de Meijer met Ine. Dus als ik daar winkels tegenkom, met decoratie of zo, dan ga ik er zeker binnen springen.
En ik heb voor mijn kamer ook nog een heel leuk idee hoe ik het een beetje wil inrichten. Want ja, nu is het een beetje wat leeg en zielig, vind ik. Maar ja, ik wil ineens wel dat mijn kamer heel mooi wordt en heel leuk. Dus ik heb er even over nagedacht en ik weet ondertussen wat ik wil doen. Dus ik ga het jullie straks tonen op Pinterest natuurlijk. Let's go! Nou, hallo daar. We zijn ondertussen al een paar uur verder en ik ben nog steeds aan het wandelen volgens mijn horlogekloten. Dus we zijn over de mer gegaan. Ik heb alles behalve dingen gekocht voor mijn kamer, want dat zei ik dat ik dat deed. Maar ik heb natuurlijk weer allemaal kleren gekocht, ja. Maar ze zijn wel echt super mooi, dus ik ga ze straks wel laten zien. En hier is Ine natuurlijk. En wij zitten klaar voor Mamma Mia! Maar Maison du Monde was wel echt de topwinkel voor ja, mijn kamer, voor de woonkamer, voor letterlijk alles eigenlijk. Dus daar ga ik sowieso met Margona eens terug naartoe. Want daar gaan we sowieso waarschijnlijk de helft leeg kopen. Maar ik zal dus straks als ik thuis ben wel laten zien wat ik heb gekocht. En wij gaan nu lekker genieten! Slapen wil ik nog heel snel mijn kleren laten zien. Het is niet superveel. Ik denk dat ik 3 of 4 dingen gekocht heb. Maar ik ga het dus nog snel even laten zien. En dit is het eerste. I like it. Dit is het tweede. Dit is echt mijn favoriet gewoon. I love it. Die zit zo goed. En die is zo zacht. En het is gewoon keimooi. Dat is nummer 2. En dan heb ik nog 2 shortjes gekocht. De eerste is een gewoon grijze high-waist. Chill shorts, echt, die zitten zo goed. En de tweede lijkt er een beetje op, maar is anders. Dat is eigenlijk meer een witte short. Dit zijn mijn nieuwe aanwinsten. Oké, dan zeg ik nu slaap wel en dan zie ik jullie morgen weer. Goedemorgen! Ik wou juist nog, voor ik de vlog ging afsluiten, wou ik nog even vertellen welke ideeën ik had voor in mijn kamer. Dus ik was een beetje op Pinterest aan het zoeken. Ten eerste heb ik dit gevonden. Eigenlijk een soort van beige spiegel. Of zo eentje. Dat is eigenlijk ongeveer hetzelfde. Maar dan, ja, hier kun je nog iets aanhangen achteraan. Maar ik weet niet of dat ik dat nodig heb hier per se. Dus ik denk niet dat ik dat ga doen. Dan wou ik ook zo nog iets in de naard. Dus eigenlijk een soort van een vaas. Met daarin zo van die, ja, soort van plantenachtig. Ik weet niet hoe ik zoiets noem. Maar zoiets wil ik er dan ook wel naast zetten. En daaronder wil ik dan zo'n mat. Het is eigenlijk een soort van ronde jutte mat eigenlijk. Dit komt dan daar in het hoekje. Hier komt dan de spiegel. En dan ofwel zet ik die vaas en die bloemachtige dingen zet ik hier. Ofwel draai ik het om dat ik de spiegel hier zet en dan die bloem daar. Maar ik weet dus nog niet wat het mooiste gaat zijn. En dan had ik gewoon nog iets gezien dat ik gewoon in het algemeen mooi vond.
Dat kwam op mijn Instagram. Ik heb dus dit boven mijn bed gehangen. Dus een paar foto's. Maar dan had ik dit ook nog gezien. Dus eigenlijk zo'n soort van plank. Met dan ja, plantjes op. Of eventueel nog een fotokader of iets. Dat wou ik dan misschien hieronder nog doen. Of ja, hiertussen zeg maar. Dus dat wordt even goed zoeken. En dan natuurlijk ook nog, wat dat belangrijk is, wat dat ook heel de kamer kan maken, is uw bed overtrekken en al die toestanden. Echt, die cupcakes, I love it. Maar ja, natuurlijk maakt dat het niet bepaald mooi of zo. Ik heb nu dit er wel op liggen en dit vind ik echt een super mooi laken. Maar ik ga misschien toch nog wel eentje zoeken dat misschien zo wat bruinachtig beige is. Of misschien heel lichtblauw of zo. Dat dat wat in de oceanen kleuren zijn. Of strandachtige vibes. I don't know. Deze is sowieso goed voor ja, als steen in de was zit. Dan heb ik een andere nodig. Dus de rest zien jullie in de volgende vlog. Nieuwe updates, nieuwe dingen. Allemaal zien jullie volgende week, vrijdag. Bedankt om te kijken in ieder geval naar mijn video. Vergeet ook allemaal zeker geen duimpje omhoog te doen als je de video leuk vond. En als je nog niet geabonneerd zit op mijn kanaal, zou je mij echt super blij maken door te abonneren. Tot volgende week. Doei!